welkom bij Nieuws aan tafel, waarin we iedere vrijdag het nieuws uit het Heuvelland bespreken. Dat doen we aan de hand van drie stellingen en met drie gasten. En vandaag zijn dat Ramon Clement, cabaretier en bestuurder. Daarnaast zit Ron Koenen, educatie-expert, bouwinfra en de vastgoedbranche. En aan de overkant van de tafel Jacques Giessen, voormalig directeur van onder andere de Toneelacademie. Alle van harte welkom. We nemen altijd even de stellingen door. Dan weten de mensen thuis waar we over gaan praten in de komende 25 minuten. Ramon, de eerste is voor jou. Dialect spreken op de kinderopvang leidt tot een achterstand van de kinderen. Diep oneens. Dat is een hele zware. Daar zetten we een uitroepteken achter. Ron, de tweede is voor jou. Alle elektrische fietsen pas vanaf 16 jaar en een helm verplichten. Eens. En de laatste, Jacques, die is voor jou. Omwonenden vrezen overlast, ontmoetingsplek jeugd in Ursulinepark in IJsden. En dat is terecht. Hij is niet terecht. Niet terecht, oneens. Mooi zo. Gaan we zo meteen over praten, maar eerst even snel een rondje. Het nieuws van de week voor jullie, voor jou, Ramon. Nieuws van de week, het was Langendaal. Het verpleeghuis in Vaals, daar werkt een medewerker. Onvoorstelbaar, die heeft een hele film laten opnemen over de bevrijding van Vaals en de zes dagen niemandsland in die tijd. En ik geloof 10 jaar geleden al een keer een boek over Vaals in 1944. Samen met die mensen in die ouderenzorg. En dat is al hartverwarmend en mooi, dat iemand buiten het reguliere werk zich inzet voor die verbinding. Maar die film die deed iets heel bijzonders met me. Mensen spelen in die film mee, mensen die hebben die periode nog meegemaakt. En een van de citaten was dat een van de oudere heren zei: ja, dat was een vrachtauto van mijn familie die gebruikt was, maar dat was geen rode, dat was een blauwe. Ja, kijk. En dat is op zich natuurlijk grappig, dus die film die klopt niet. Maar wat dat met me deed, is denk ik: die goede man is van rijpe leeftijd, die zal daar binnenkort niet meer zijn. Dus niemand kan ons straks meer zeggen of het echt of een rode of een blauwe was. Ja. Maar dat geldt dus ook voor vrede. En dat geldt dus ook voor oorlog. Ja. Dus we raken een generatie kwijt die ellende van die tijd heeft meegemaakt, om ons uit te leggen hoe vreselijk dat is, dat we het nu moeten voorkomen. Dus die rode en die blauwe vrachtauto, die deed in één keer heel veel met me, dat 80 jaar na die bevrijding. Bijzonder. Straks de mensen kwijtraken die het echt hebben meegemaakt. Ja, want even voor de duidelijkheid, die film Niemandsland. Hè, en aan de ene kant zaten de Duitsers, de bevrijders kwamen. Maar daartussenin was niks. Die mensen hebben 5 dagen zonder eten, drinken. Er was gewoon niks. Ja. Er was echt niemandsland. Ja. Er was niemand, maar ze konden ook nergens naartoe. Ja. En daar is ja, goed dat daarover verhaald wordt. En dat moeten we ook blijven doen. Alleen zullen we binnenkort moeten doen met mensen die daar... Met niemand meer daarbij geweest is. Die minder weten of een rode, groene of blauwe. Ja, vond, ja. Heel typisch. Okay. Bijzonder. Ron, voor jou, nieuws van afgelopen week? Voor mij blijft het nieuws het hele Mosaqua gebeuren. Ja. De tegenstrijdigheid, de doelstellingen, waarom wel, waarom niet. En vooral de tijd die daar overheen gaat. Uiteindelijk, ja, dat is een mening, hè, slaat het helemaal nergens op. Op het moment dat er een zwembad is, hou dat open. Zorg ervoor dat de mensen die faciliteit hebben, op welke manier dan ook. En sterker nog, dan lees ik in de krant in Heerlen, zijn ze dan aan het onderzoek of misschien een zwembad in de kerk kan. Ja. Dus dan hebben we het over een afstand van hoeveel? Ja, hè, precies. Een x-aantal kilometer waarbij we daar een onderzoek zijn aan doen. En hier houden we alles tegen om uiteindelijk een basisvoorziening, naar mijn mening, die gewoon aanwezig moet zijn. Qua lengte, het lijkt een beetje op het Zuiderland dossier. Hè? Dat hele pacht zich op maar voort en voort in plaats van dat er ooit een keer een knoop wordt gehaald. Maar goed, er zou nu in de gemeenteraad in oktober zou een besluit worden genomen over dat zwembad. Ik ben heel benieuwd of daar weer een reactie op mag komen. Zeker. De uitdrukking die daarbij past is: voor het zwemmen de kerk uit. Ja, voor het zwemmen. Die staat genoteerd. Jacques, voor jou het nieuws van afgelopen week. Ja, ik had een hele hoop nieuws. Maar ik wil een vreugdevol nieuws hier eigenlijk neerleggen. Dat het multifunctioneel centrum in Bunde, dat het eindelijk gekocht is. En dat daardoor waarschijnlijk ook de subsidie van 1/10 miljoen van de gemeente en provincie gered is. En dat ze daaraan kunnen beginnen. Want daar zaten ze te wachten op elkaar. Hè? De provincie zou pas geld geven als de gemeente weer. Het was in ieder geval heel complex, maar dat is allemaal nu... En vooral wil ik de hoop uitspreken dat het lukken zal dat ze het een beetje rendabel kunnen maken. Want dan is natuurlijk de vraag of dat zal lukken. En dat hoop ik dat dat vanzelf zal gebeuren. En heel belangrijk voor Bunde ook, hè? Want die hadden geen alle verenigingen. Er zijn verenigingen naar de stip en zo gegaan, naar Meerse-West al. Ja, precies. Dus, dat is mooi dat dat weer terugkomt. Ja. Ja. Goed, wij gaan het hebben over de stellingen van vandaag. En de eerste, Ramon, hij is bewust ook voor jou gekozen. Dialect spreken op de kinderopvang leidt tot een achterstand van de kinderen.
Ik weet niet in welke termen. Je zei zwaar oneens. Diep oneens. 6 minuten de tijd. Ik weet dat het moet het protocol is. Maar ik vind eigenlijk dat we dit onderwerp moeten behandelen in het dialect. Is dat toegestaan? Sticht dat in dialect, ja. Alles wat ik hiervan probeer te vinden, heeft niks te maken met conservatisme. Of de hang naar Limburg. Of puur om de tweetaligheid, toch Heidendom? Ja. We hebben inmiddels is onderzoek vastgesteld dat het spreken van het Limburg, dat is gewoon een taal. En of dat wel of niet in de talen opgemerkt, welke categorie, is ook niet relevant. Maar het horen van taal, verschillende talen, is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Ja. Dat mag eenvoudig gezegd in lekentermen, mintermen, hokjes in het hoofd, hoe straks ook Engels, Arabisch, Duits, Frans. Ogen toe, ja. Ja. Allemaal Swahili, allemaal inpast. Dus het huren van spelen met taal is belangrijk. En wat is nu het issue? We weten al lang dat dialect spreken niet slecht is voor kinderen. Mm-hmm. Maar de issue hier is, en daar wil ik geen enkele partij met de koor doen, dat we regels hebben over wie ze in onderwijs en kinderopvang omgaan met taal. Nederlands is de voertaal. Zoek geen enkele discussie. Maar er is ruimte voor spielerij met taal. Er is ruimte voor andere dingen. En dat mogen we ook in de kinderopvang, vermits van het vastleggen in beleid. Ja. Nu kreeg ik persoonlijk meteen antiperistaltische bewegingen bij het woord beleid. Ja. Omdat beleid dan gaat over wat moet. En wie. En met en op het moment dat ik gewoon vastleggen in mijn kinderopvanglocaties. En mijn klinkt bezittelijk, ja. Maar het heeft me trots te maken. Dan kreeg je een discussie over, is dat dan op maandag? Of mocht dat alleen in het zittig? Mocht dat dan in de Maastricht? Wie lang moet dat? Wieveel moet ik zelf dialect gesproken hebben voor ik dat mag? Allemaal beleid. En dus dat is ook hoe stichtig boos voor dat te kijken. Want ik bedoel, de BIS-bestuurder van een x-aantal kinderopvangen doet BIS door de GGD op de vingers getikt. Niet dicht, maar instelling van gerijd te veel dialect gesproken. En terecht, hè, op de vingers, voor alle duidelijkheid. Hè, als ze de regelgeving van de GGD heeft in dit geval de inspecteur van de GGD perfect haar werk gedaan. Ja. En hij heeft ze ons erop gewezen. Want vanmorgen dan maar zoveel procent mocht ze afwijken van dingen. Dus dat heeft ze perfect gedaan. Hmm. En ze zegt, leg dan gewoon dat vast en beleid beste van de ellende af. Alleen daar werk het queryland van. Ik heb vertrouwen in mijn mensen. Die weten precies wat we niet en wat we niet en niet. En natuurlijk moet voor de kalver er met elkaar over. En natuurlijk doen we er allerlei scholingen en dat soort dingen om. Maar om het vast te leggen in beleid, wat is het dan, Chris? Als het moet, gaat het kapot. Ja. En dan gaat het fout. Wat zet de tegenstand dan? Waarom mag het niet? Omdat het vanuit de Nederlandse wetgeving niet mag? De Nederlandse wetgeving zegt Nederlands is voertaal. Ja. En als ik er beleid van zou maken dat ik 10% bijvoorbeeld dialect heb, is er niks aan de hand. Ja. En het is me te doen, en het ligt een beetje prettig, maar het geeft me erom, we moeten alles vastleggen in beleid. En waarom hebben we beleid nodig? Omdat voor die lui die er elke dag met die kinderen bezig zijn, niet vertrouwen. En ik zeg, en hoe is het afgelopen? We hebben een pot van 800 goed welwillende mensen in dienst. Ik zeg, nee. Ik accepteer elke boete, elke aanwijzing. Ik vertrouw mijn lui dat ze het goed doen. Punt. Ja. Ja, ik heb altijd, want toen hebben ze in het onderwijs gewerkt. Je hebt ze altijd in het onderwijs gewerkt. Ja. Wie kijkt zich er tegenaan? Ja. Laten we even met beginnen. Ja. Kijk ik voor me vroeger met de kleuterschwal. Is het zit ik ook plat te praten. Mag dat? Ja, zeker. Iedereen mag dat. Iedereen. Maar leidt het tot achterstand? Nee, natuurlijk niet. Dat is al bekend voordat die onderzoekingen komen. Dat het goed is voor de hersenen. Dat ze dubbel en multitask trekken te één bezig. Maar ik heb altijd gedaan. Ik dacht dat het vroeger zo, dan zaten dan op de kleuterschool zaten kinderen met Nederlandse achtergrond en kinderen met een dialect achtergrond. Dat moeten ze gaan doen. En ik zag die juffrouwen vroeger altijd gemakkelijk. Die schakelden op dat moment met die kinderen. Dus die Nederlandse kinderen die gingen op een gegeven moment ook dialect spreken. En hun spraken die kinderen ook Nederlands met. Dus dat was gewoon een wisselwerking. Wat is de reden dat moet vastgelegd worden in het beleid? Omdat ze willen dat kinderen op een bepaald niveau instromen weer in de volgende fase? Of dat is dat aangetoond? Ja, dat zal in die vak niet anders zijn. Het gaat altijd om het navolgbaar zin van, kan ik dat uiteindelijk via een methode of via een verrijking, kan ik het aantonen? En hier gaat het over het vertrouwen in de professional, het spelen met die taal. Die kinderen die moeten Nederlands leren, dat is geen enkele discussie. Ja. En we gaan ook geen verplichting opleggen dat ze dialect moeten kunnen. Maar laat eerlijk zijn, als ze een klingen op de naast gaat en de knie is kapot. Was het en alles aanspreken. En die
En die weten het. Een commerantie. Moet ik dat dan in beleid vastleggen? Ja. Nee. En spelen met daar een prachtig buksje van Colla Bemelmans, Veurlijzer, de Woele Beer. Dat vingen ook kinderen die in het Nederlands, of misschien wel een hele andere taal, vingen die dat ook niet. Taal is niet slecht. Laat ons professionals dan met spelen. En laat het maar eens uitbollen en kijken hoe we eruit komen. Voor de duidelijkheid, GGD deed wat ze moet doen. Ik verzet me gelijk tegen de onnodige regelgeving. En langzaam weer een beetje vertrouwen aan lui. En dat geldt ook voor de collega's in het onderwijs. En dat geldt ook voor de collega's in de zorg. Geef lui nu weer een beetje vertrouwen terug. Regelruimte, doe het. Kun je je nog herinneren, Ron, indien, wie ze klein was? Wie ging dat toen? Nou, ik denk dat toen gewoon dialect gesproken wordt, net zoals Stikse is, door elkaar heen. Hè? Dan was je met de vriendjes aan het praten. Dan zei je, kom hier, of toch dit, of toch dat. Hè? En vervolgens wordt die les weer gegeven, was meer in het Nederlands. Ja, een model. Dus les wordt dan gegeven, of de instructie, of wat of de opdrachtje wordt gedeeld. In het Nederlands, maar de rest wordt volgens mij zo'n beetje de taal gebruiken zoals die er is. En ik denk dat dat het maatgevende, dat de sleek bij jou stikst is. Zodra ze eens nadenken wie van procent een is dat wel of niet mag doen, met alle respect, stik voor zo'n groepje thuis, hè, dan moet ze gewoon door de vrijheid hebben. En die vrijheid geven we vertrouwen. Dat Nederland begon voor vreugde alleen pas echt in de eerste klas. In de ja. Peuter ding is leek een andere rijdende kleur. Ja, precies. Nou, hier is het overigens wel in regeltjes vastgelegd. 33% mag dialect gesproken worden en de rest van de uitzending doen we in het Nederlands. Daar zijn we niet klaar mee dan. Daar zijn we niet meer spelen. Dat is geen enkel probleem. Dan gaan we nu wel door in het huiland. Dan kun je geen enkel probleem. Niet tegen verzetten, dat gaan we gewoon doen. De volgende 12 minuten zijn nog in het Nederlands. Ron, tweede stelling was voor jou. Alle elektrische fietsen pas vanaf 16 jaar en een helm verplichten. Jij bent het er mee eens. 6 minuten. Ja, ik ben het er mee eens vanwege het feit dat wanneer je ziet dat er veel ongevallen gebeuren en dat mag is aangetoond. Hè? Ik bedoel, we lezen in de krant bijna dagelijks dat er onderzoeken plaatsvinden. Nu zijn ze aan turf in het ziekenhuis, maar volgens mij hoef je dat niet te doen. Want je ziet dat er heel veel ongelukken gewoon gebeuren. Hè? Los van het feit dat het nu ook onder de aandacht is. Dan dien je als overheid in te grijpen om de mensen zelf te beschermen bij dit soort dingen. Hè? Dat doen we ook. Met de autogordel hebben we dat ook, wat is dat, 60 jaar geleden gedaan. Opeens dan zien we dat er een technische voorziening moet komen, noem ik het maar even. In dit geval is dat de helm, toen was dat de autogordel. En vervolgens zien we 60 jaar later dat we nog steeds een piepje nodig hebben, hè, om dat ding om te doen. Dat heeft met gedrag te maken. Maar die technische voorziening moet je gewoon verplicht stellen. Dat geldt ook met leeftijdscategorie, verplicht stellen. En gebruik dat ding. Het is... Maar waarom is het dan toch dat de Tweede Kamer, ja, ze hebben dan nu mee 14 jaar en een helm. Waarom niet gewoon omhoog tillen naar 16? En dan gaat het met name die fatbikes, hè? Daar zijn ze nu... Ja, dat is een onderdeel. Maar met alle respect, als ik op het fietspad fiets en ik zie daar iemand van 82 langs fietsen... Die elektrische fiets. Dan denk ik ook van jongens, kijk uit, zet een helmpje op. Hè? Ja, dus... Fiets jij wel eens, Herman? Nou, ik heb het probleem dat elke fiets in mijn geval een fatbike wordt. het gaat hier... Nee, maar wat ik eigenlijk graag zou willen weten, zit je wel eens op de fiets? Ik zit wel eens op een renfiets en altijd een helm. Helm, ja. Altijd, dat is veel te gevaarlijk. Waarom jij? Ja. Altijd, maar ook op een gewone fiets, als je wel eens even snel naar de bakker gaat? Nee, dan heb ik hem niet op. Dan heb je niet op. Jij, Jacques? Ja, hetzelfde. Ja. Ook dan niet? Met de wielrenfiets, maar dat is nu ondertussen, die heb ik 5 jaar geleden weggedaan. Maar toen was dat nog niet zo aan de orde. Maar ik ben toen wel 2 keer gevallen, gelukkig goed, maar dan heb ik de fiets weggedaan. En niet de helm op. Nee, maar dat zijn punten. Hè. Dat geldt samen met skiën, is dat ook geïntroduceerd. Ja. Hè. Ik mag zelf actief zijn in de bouw- en infrabranche. Dus heb ook de bouwhelm geïntroduceerd. Nog steeds een punt. Hè. Ik bedoel, dat blijft een handeling die ongemakkelijk is. Ja. Dat zijn allemaal tegenargumenten. Alleen, je dient het grote doel te dienen. Dat is dat we moeten proberen met zo'n simpele technische voorziening, hè, die helm dan op te zetten, serieuze ongevallen te voorkomen. Ja. Maar mensen kunnen dat zelf niet inschatten. En dan kunnen we wel zeggen, oh, we zijn aan het betuttelen. Dat klopt, maar we overschatten ons allemaal zelf. Het geldt zelfs met... Jazeker, je valt heel makkelijk daarom. Appen in de auto, we doen het waarschijnlijk allemaal. Bij wijze van spreken, waarbij je eigenlijk daar... Maar aan de andere kant is, zoals je zo'n regel ook introduceert, moet je ook weten waarom je dat doet. Goed uitlegbaar. Hè? Dus ook geen twijfel hebben, moet 14 of 16. Nee, 16. En op een of andere manier handhaven. Maar ik snap de discussie over 14 en 16 in dit geval niet. Ja. Het is op het moment dat jij op een voertuig, wat het dan ook gaat zitten, van een XX-snelheid, of je nou 13, 14 of... Als je op dat ding mag zitten, helm op. Punt. Sterker nog, ik denk misschien, ik heb lang in de revalidatiezorg gewerkt, gezien wat een hersenletsel kan doen, misschien moeten we zeggen, in het verkeer dragen we een helm.
En dat heeft niks met leeftijd te maken. Het heeft te maken met gevaarrisico. Ja, maar dan werd u gezegd... Dus je wil wandelen met de helm op? Nee, in het verkeer. Hè. Okay. Dus ik voel mij niet echt een bestuurder. Wandelaar van je. Wandelaar in het verkeer. Ja, dan begint hardlopen, hardlopen. Hardlopen. De 14 jaar is omdat je vanaf 14 jaar verplicht bent om een ID mee te nemen. Dus dat zou nu de 16. Reden zijn... Wat zeg je? 16 14. Jaar bedoel je. 14. Met 14 jaar moet je een ID kunnen aantonen. Okay. Ja. Ja. Hier hangen we ons eigenlijk ook weer op in regeltjes. Ja. Om de regeltjes. Wat vinden jullie nu van die fatbikes? Ja, ik vind dat lelijke dingen. Ja goed, het is een vervoermiddel wat populair is. Laat het gebeuren. Maar hang er regels aan. Maar je kunt ze wel opvoeren. Ik bedoel, als je door Maastricht rijdt... Ja, ze rijden, is allemaal opgevoerd. Ja, maar dan heb je geen twee ogen nog, maar 18. Ja, zeker. Nee, maar dat heb je altijd, hè. Dat is altijd weer een nieuwe trend die uiteindelijk ertoe leidt dat we weer nieuwe regels moeten gaan verzinnen. Dat is altijd zo geweest, dus dat moeten we, denk ik, accepteren. Maar vooral niet te veel over discussiëren. Laat het dan een regel zijn die we komend jaar invoeren, dan handhaven, weet ik, 2 jaar invoeren. En dan evalueren. Heeft het daadwerkelijk ook iets opgeleverd? Want dat vind ik ook van belang. Ja. Er zit een klein nadeel ook aan zijn helm op, bij oudere mensen. Dat hoor jij niet. Dat ziet niet uit. Nee. Die zijn allemaal 10 jaar ouder. Ik herken ze niet. Nee, ik stop omdat ze mij herkennen. Ik zeg, oh, was jij dat? Oh, ik dacht dat je 10 jaar ouder was toen ik je zag. Even los van het feit dat dan jouw kapsel helemaal in de war is. Ook ja, dat is niet zo erg, maar... Dit is wel een punt. Er zijn echt mensen waar je zegt van... Is het integraal helm niet nog beter? Ja. Dat het verduisterd dat je helemaal niks ziet. Ja. Nee, maar, ziet er niet uit. We zijn wel met z'n allen vinden we het heel moeilijk om samen te leven. Hè? Ja. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Nee. Je moet van het fietspad afspringen omdat er iemand met een fatbike lag. Uiteindelijk gaat het om met elkaar samenleven. En of dat nu op een fiets of op een step of dat, je moet met elkaar en samen. En ik ken de verhalen van Marcel Arius, hè, die is neuroloog, intensivist. Ja. Daar werk ik mee samen om daar van alles bij elkaar te krijgen. Om die mensen die daar zo binnenkomen, zoals we nu allemaal weten, om die direct goed te kunnen behandelen. Zijn ze onderzoek na aan het doen. Ja, als je die hoort vertellen over wat er binnenkomt in dit soort gevallen, jongen. Ja. Dat is vreselijk. Daarom ben ik daar. Ik heb er zelf niet zoveel, maar ik vind dat... Nu moeten ze een hele hoop onderzoek gaan doen over al die... Wat moet je daarmee als iemand valt en zo ingewikkeld is dat? Maar dan moet je het dus ook echt doen, hè? Wat jij zei. Ja, maar Marcel ook een keer mogen interviewen en hij zegt van... Ja, het gebeurt je als je het broodje gaat halen op de fiets. Zeker. Ja, zeker. En hij vertelde daar verhalen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Maria is gevallen bij de opstappen. Snap je? Boom. Dus doe ze gelukkig in de snark. Helemaal. Precies. Ja. En dus niet te moeilijk doen in het hele... Niet al te veel over de discussie. Ik hoor de muziek. We moeten de stelling gaan stoppen. We gaan naar de laatste, naar de derde stelling. En die is voor jou, Jacques. Omwonenden vrezen overlast, ontmoetingsplek, jeugd in het Ursulinepark in IJsden. En dat is terecht. Jij zei, daar ben ik het mee. Oneens. 6 minuten de tijd. Zuchtend zeg ik eigenlijk, waarom voelen de mensen... Allemaal zoveel overlast. Zoals we ook voelen dat we te veel asielzoekers hebben. Wat ook allemaal niet klopt. Snap je? In welke tijd leven we dat mensen zo snel al die dingen voelen? Maar als je hangjongeren voor je huis hebt met muziek aan tot 's avonds laat en schreeuwen. Is het dan niet gek dat mensen beginnen te klagen? Ja, maar je kunt ook denken, ik wou dat ik nog zo jong was. Snap je? Als ik ze bij mij... Ik woon in het Parkenmeers, tegenover. Hè? Er is altijd veel rumoer overheen enzovoort. En ik zet ook het raam 's avonds open, zodat ik kan horen wat er allemaal gebeurt. En dan ga ik een beetje luisteren en denk, wat zouden ze aan het doen zijn? Wat zeggen die nu tegen elkaar? En waarom zijn kinderen van 14 jaar nog om 3 uur, 4 uur 's nachts in de ding? Ik ben dan nieuwsgierig wat die aan het doen zijn. Dat vind ik interessant. Wat doen die nu zo laat nog? Mm-hmm. En waar zijn ze mee bezig? Maar we hebben met alles overlast. Laten we nu toch eens een beetje toleranter zijn. Ik weet, bij ons op straat woonde een mijnwerker. Die moest overdag slapen. En als wij dan een hele hoop lawaai maakten, kwam die vrouw naar buiten. Nou, dan hadden we het grootste plezier natuurlijk dat die naar buiten kwam, snap je? Ja. Dan verzonnen we helemaal iets anders. De vraag is een beetje, wat doet een gemeente en een gemeenschap ermee? Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat die jongeren, die dan volgens hun overlast eraan hebben, hè,
Terwijl er komt een prachtig ding te staan in het Ursulinepark. Heb je die foto gezien? Ik heb de tekeningen gezien. Ik heb ook wel eens dingen gezien die na een maand zagen ze er niet meer zo prachtig uit. Nee, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar dan heb je natuurlijk ook te ver... Als je in Meershaal is op een gegeven moment zo'n jongere coach en die kon goed met hen opschieten. Begrijp je? En die praten met hun. Dat is belangrijk. Ik zag die iedere keer het park ingaan, weet je niet. En dan stond hij wat te dollen met die en wat. En dat ging dan vanzelf goed. Trouwens, waarom moeten al die oude mensen al zo vroeg in bed liggen? Dat is ook goed. Omdat niks meer op televisie is. Maar dat zeiden. Maar de essentie klopt wel. Tuurlijk, hè, we zijn een land geworden van NIMBY. Hè? Not in my backyard. Hè? Ja. Zoals we kerkraden heet, net bij Miggenerjaard. Maar we kunnen er niks meer van elkaar hebben. En in plaats van te vrezen voor overlast, stel eens een andere vraag. Kunnen we niet iets in retour? Kunnen we niet iets afspreken met het sociaal-maatschappelijk werk? Met jongerenwerkers? Kunnen we niet met die jongeren in gesprek? Wat is de definitie van overlast dan? Ja, dat is ook nog zoiets. Dat is ook zoiets. Dat is zo subjectief als maar kan. Want ik heb er geen last van. Terwijl de anderen bij mij om de buurt wel er last van hebben. Kijk, in het centrum Maastricht met kantoor. Maar daar heb ik wel overlast van mensen die daar 's nachts en overdag... drugs gebruiken en dan dealen zijn en handelen zijn. Ja. Dan van, ja, wat moet je daar dan mee? Ja, bel je dan ook de politie? Nou, op het moment dat ik zie dat het bijvoorbeeld schooltijd is, waarbij de kindertjes met de moeders of de kinderen alleen daar langs moeten, dan vind ik wel dat je een soort van plicht hebt, dat ik de wijkagent, heet dat dan, of er is een apart nummer voor, dat je die belt en zegt van, nou, dit is hier aan de hand. Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet. Hè. Ik ga ook zelf aan de buis zeggen, jongens, kunnen jullie misschien verplaatsen? Dan verplaatsen. Dat doe je? Ja, spreek je ze zelf aan. En dan word ik netjes opgepakt, hè. Laat dat helder zijn. Hey. Alleen, het is wel, dat denk ik ook meteen, ja, waar gaan ze dan naartoe? Nee, maar maak even, als ik zo vrij mag zijn, gewoon een onderscheid tussen, dit zijn gewoon criminele activiteiten, het verhandelen van drugs. Hè. En hier gaat het over vermeende overlast. En ik kan me voorstellen dat die mensen onrustig zijn, dat begrijp ik goed. Maar het standaard, wij willen het niet. Wij willen geen asielopvang. Wij willen dit niet. Het mag niet bij mij in mijn achtertuin. Dat is niet goed. We moeten weer leren samenleving met helm of niet. En je moet durven te zeggen tegen de gemeente of degene, wat doen jullie dan nu aan dat mijn overlast mij niet uit de keel komt? Dat ik daar niet goed van word. Wat doen jullie? In dat park is wel overlast geweest met jongeren. Ja, maar nou niet. Mensen zeggen van, goed, de gemeente zegt de laatste tijd is het stukken rustiger. Ja, maar goed, dat zit toch iets van... Soms in het park bij mij tegenover maanden niks. En soms is er een maand van alles. En dan gaat het weer weg. Het probleem altijd van die hokken maken is dat je ze dwingt daar naartoe te gaan. Ja, je moet ze meer als nomaden zien. Hè? En daarop volgen en daar een goede jongen werk op zetten die dat in de gaten houdt. En een beetje met hun praat om te zorgen dat niet de hele tijd overlast wordt. Over welke leeftijdscategorie heb je het dan? Ja, ik moet het zeggen. Als ik kijk naar mijn park, moet ik zeker zeggen, het begint vanaf 14 jaar. Oké. Okay. Ja. Het woord wederkerigheid is hier de sleutel. Ja, vertel, leg uit. Niemand gaat overlast veroorzaken omdat hij toevallig voorgenomen heeft om overlast te veroorzaken. Maar dat is een uiting van iets. Ja, ja. En natuurlijk, er lopen ook etterbakken tussen, voor de duidelijkheid. Maar met etterbakken, daar hebben we ook oplossingen voor. Ja. Maar zoek eens naar de wederkerigheid. Wat is de reden waarom men dan overlast vreest? En wat is de reden waarom er overlast komt? En kun je daar iets tegenover zetten? Misschien moet je zeggen, weet je, we hebben hier een paar tuintjes. Als jullie nog iets met die tuintjes doen, zorgen wij voor wat centjes. Kun je daar misschien dat doen? Weet ik veel. Bedenk eens iets creatiefs. Je moet veel meer verzinnen. Creatiever samen. Zijn. Maar als het zo... Ja, ik bedoel... En ik snap het niet goed, hoor, maar... Nee, maar ik bedoel, dit is nu niet rocket science wat je nu aan het vertellen. Nee, meestal niet. Nee, maar je moet wel saamhorigheid dan hebben. Maar waarom gebeurt het niet in samenleving. Deze maatschappij? Is samenleving. We zijn vergeten samen te leven. Ja, maar de samenleving zit natuurlijk heel veel te gek in elkaar op dit moment. Ik zeg wel eens, ik zelf op mijn leeftijd ben uit de tijd gevallen. Omdat al die dingen bevallen me niet. Dat de mensen zo snel reageren, zo snel geïrriteerd zijn. Daar sluit het mee af. Jij bent uit de tijd gevallen. Ja, die was wel heel erg mooi. Ja, die gaan we onthouden. Uit de tijd gevallen. Wij zijn trouwens ook nu uit de tijd gevallen, want de tijd zit erop. Derde stelling zit erop. Dankjewel dat jullie je mening wilden geven over het nieuws van afgelopen week in het Heuveland. En u thuis bedank ik voor het kijken naar deze aflevering van Nieuws aan tafel. Volgende week vrijdag zijn we er weer na het Heuveland nieuws. En dan zit op deze stoel Pim Kleber. Fijne avond.